Oké. Ik heet van harte welkom natuurlijk mevrouw Kalfs, haar echtgenoot, haar zoon, vriend van een zoon, commissaris, alle genodigden, raadsleden, collegeleden. Welkom op deze bijzondere dag voor de gemeente Lingewaard in dit prachtige gemeentehuis herbouwd waar we deze mooie bijeenkomst kunnen houden. Ik wil de griffier uitnodigen om het koninklijk besluit voor te lezen. Zeer geachte aanwezigen, deze bijeenkomst komt voort uit het koninklijk besluit van 31 augustus 2020 dat als volgt luidt. Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, enzovoorts, enzovoorts, op voordracht van onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 augustus 2020, gelet op artikel 61, eerste lid van de gemeentewet, hebben goedgevonden en verstaan het ingang van 24 september 2020 te benoemen tot burgemeester der gemeente Lingewaard, mevrouw dr. P.T.A.M. Kalfs te Arnhem. Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit. Is getekend Schravenhage op 31 augustus 2020 door koning Willem-Alexander en de minister Ollongren. Ik verzoek de commissaris van de koning nu naar het katheder te komen. Dank u wel. Inderdaad, een prachtige vergaderzaal is mij te verstaan gegeven. Fenomenaal om te zien hoe toch op deze manier, op coronaproef, zeg dan maar even, toch deze feestelijke gebeurtenis met elkaar kunnen vieren. Mevrouw Kalfs, meneer Van Lieshout, Thijs, vriend begreep ik, leden van de raad, leden van het college, dames en heren. U begrijpt, het is me een groot genoegen vandaag om hier toch weer in uw midden te zijn, om mevrouw Kalfs te beëdigen tot burgemeester van de gemeente Lingewaard. De gemeente die op 1 januari 2001 ontstond uit de gemeenten Bemmel, Gent en Huissen. En die 2 jaar later haar uiteindelijke naam kreeg, gemeente Lingewaard. Mevrouw Kalfs, u bent de tweede burgemeester zonder politieke kleur die ik mag beëdigen. Esther Wetstein van Roosendaal is de eerste Gelderse burgemeester die geen lid is van een politieke partij. Daarmee is maar aangegeven dat politieke kleur niet meer zo van belang is. Ook al doen velen dat nog wel vermoeden, het is niet het geval, want uiteindelijk gaat het, zeker in uw situatie, de juiste vrouw op de juiste plek. U bent geboren in Huissen, mevrouw Kalfs, en opgegroeid als dochter van een fruitteler. Na omzwervingen die u brachten in onder andere Utrecht, Amsterdam en Arnhem, keert u terug naar uw geboortegrond, daar waar uw wortels liggen. En u mag weten, dames en heren, dat in de gesprekken die wij voorafgaande hebben gehad, toen wij met de selectie bezig waren, het chefkabinet en ondergetekende, dat dat een heel belangrijk punt is, in dit geval, van uw nieuwe burgemeester. Terug naar de geboortegrond, daar waar haar wortels liggen. Burgemeester heeft allerlei verschillende taken. Ik ga ze u niet allemaal opnoemen, maar, en ik kan ook uit enige ervaring spreken, kan ik u zeggen, dat er altijd op u gelet wordt. Als u boodschappen doet, en ik zal geen supermarkt nu noemen, dan kijkt men toch in uw mandje, wat gaat de burgemeester en haar partner of anderen eten. En ik verklap iets heel kleins, als ik bij een bepaalde zaak met een sticker van 35% loop, draai ik het toch om. Want ik denk, dat voelt toch niet helemaal goed. Maar er wordt naar u gekeken. Het tweede wat is met dat burgemeester zijn, het werk werkt ook een beetje verslavend. U mag altijd op de eerste rij zitten,
U wordt altijd gezien in de zin van, daar zit de burgemeester en haar partner. Dus, dan heeft u het idee dat hij er ook echt toe doet. Dat is natuurlijk ook wel zo, maar het is toch wel bijzonder om dat te ervaren. En een ander puntje, wat ook bij het burgemeesterschap hoort. Je mag echt overal komen waar je graag naartoe zou willen. En andere mensen nodig je uit. En bovenal, je mag je er nog een beetje mee bemoeien ook. Niet te veel, want dan krijg je meestal de wethouders op het dak. Maar het is wel zo dat van een burgemeester verlangd wordt dat hij er is en dat hij gewoon een geziene gast is. Maar het kan ook een zeer eenzame plek zijn. En daarom is het ook zo waardevol dat je je ervaringen kunt delen met collega-burgemeesters in de burgemeesterskring. En Geert van Rumont is hier aanwezig en die zal er mogelijk straks iets van vertellen wat die burgemeesterskring allemaal wel niet betekent in het kader van intervisie, zoals we het dan noemen. Maar het is wel heel erg belangrijk dat u dit soort dingen die u allemaal tegenkomt kunt delen. En dan zit het natuurlijk vooral op serieuzere vlakken dan ik die zo even noem. En dan heeft het te maken met mogelijke integriteitsvraagstukken waar u mee geconfronteerd wordt. En natuurlijk ook, u bent toch de hand, misschien wel de strenge hand, op het gebied van openbare orde en veiligheid. Mevrouw Kals, voor de mensen die u nog niet kennen, geef ik toch even een korte introductie nog. En zo net door de griffier werd ook al iets verwoord. U studeerde sociale wetenschappen in Utrecht en Amsterdam en promoveerde daar ook in. Daarna hebt u gewerkt bij onder andere de Stichting Kijkenonderzoek, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de gemeente Amsterdam. En de laatste 4,5 jaar was u hoofdingenieur-directeur, en ik denk dat dat zo'n beetje de hoogste baas is, van Rijkswaterstaat in Oost-Nederland. In die hoedanigheid was u de bestuurlijke vertegenwoordiger van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Door tal van projecten in de provincie Gelderland en Overijssel heeft u zich ook wel in de kijker gewerkt. Het gebied kent u en u kent het gebied. En dat is belangrijk, zeker ook in de functie die u nu gaat vervullen. Ik heb mij uit goede bron laten vertellen dat na een gesprek met een ambtenaar die zich bij het Rijk met burgemeestersbenoemingen bezighoudt, het eerste zaadje eigenlijk werd geplant voor mogelijk het burgemeesterschap. En na een snuffelstage bij de waarnemend burgemeester Suzanne Meijers, en ik zie dat de waarnemend burgemeester voorheen ook hier aanwezig is, en die inkijkstage heeft gedaan, dat het eigenlijk wel raak was. U wilde eigenlijk gewoon burgemeester worden. En eigenlijk zou ik u nu een vraag willen stellen. Kan dat? Er ligt een microfoon naast u. Dit weet uw burgemeester niet, wat ik nu doe. Ja, sorry. Waarom wilt u nou zo graag burgemeester worden? Ja, omdat ik merkte dat het voor de mensen er zijn, dat is ongeveer wie ik ben. En ik heb bij de gemeente natuurlijk ervaring opgedaan hoe dicht je op de burger zit. En toen die snuffelstage in Lingewaard, ja, ik kwam met een glimlach van oor tot oor thuis. En ik dacht, ja, dit is gewoon... Mijn man die zei zelf, wat een pret oogjes. En toen zei ik, ja, dit is eigenlijk wat ik eigenlijk miste. Rijkswaterstaat is ontzettend leuk. Ja, ik wou zeggen, zijn die vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat? Want dan is het natuurlijk ook. Maar... Die zijn er ook, dus daarom dacht ik, zie ze zitten. Ja, dat moet ik even zeggen. Nee, tuurlijk Rijkswaterstaat, maar... Dit was wel wat ik miste, het dicht bij de burgers zijn. Dank u wel. En ik schat zo in, zoals ik u nu ook zie erover praten, dat het ook in de vertrouwenscommissie ook echt opgevallen is, om het zo maar even te zeggen. Dames en heren, er waren 33 anderen die in het burgemeesterschap in Lingewaard zeer geïnteresseerd waren. En die selectie is gemaakt. En mijn compliment gaat ook naar de vertrouwenscommissie uit en natuurlijk ook naar u als gemeenteraad met de zorgvuldigheid waarmee u dat gedaan heeft. Want we weten allemaal hoe belangrijk dat is, dat die zorgvuldigheid betracht wordt. Maar ook een beetje tempo. En beide heeft u als Lingewaard, als raad van Lingewaard, als vertrouwenscommissie van Lingewaard, meer dan uitstekend gedaan. Op 17 december 2019 was ik nogmaals in uw midden om de profielschets op te halen, in uw profielschetsvergadering. Toen vroeg ik aan u, wat zijn de ambities en de bestuurlijke opgaven van uw gemeente Lingewaard? En de raad zag de volgende, en dat was onder andere samenwerking in de regio, de energietransitie, duurzaamheid, wonen en goede brandweer en ambulancezorg. En wat wil nou het toeval? Vandaag kreeg ik een krantenartikel onder ogen. Ik dacht dat het de Gelderlander was, waarin stond, wij willen een burgemeester, een kruising tussen Maxima, Dries van Acht, Zizeg, een voetballer en Gordon. Het is ter beoordeling aan u... Of dat zo is, ik heb daar zo mijn eigen beelden mee, maar ik vond hem wel fascinerend.
Het volgende wat is, dat is nog geen jaar geleden, zag in één keer de wereld er toch heel anders uit. De opgave die u toen noemde, waar ik het zo even over had, over die inhoudelijkheid, ik zeg niet dat ze verdwenen zijn, maar zijn toch wel op een abrupte manier op een achterstand komen te staan. En dat heeft natuurlijk alles te maken met COVID-19, het coronavirus, waar in december 2019 eigenlijk nog niemand van gehoord had toen ik bij u was. Ons sociale leven en de economie kwamen echt wel piepend en krakend tot stilstand. En na de acute uitbraakfase in maart en de overgangsfase kwamen in de controlefase vanaf juli gelukkig weer activiteiten en bijeenkomsten op gang. En hier zitten nog een aantal burgemeesters in ons midden, onder andere de voorzitter van het Veiligheidsberaad. U weet allemaal hoe hard het in dit geval ook voor burgemeesters is om in gezamenlijkheid met die inwoners dat COVID-19-virus er toch onder te krijgen. En het is nog lang niet zoals we het willen met elkaar, maar in gezamenlijkheid, inwoners, bestuurders, et cetera, zorg, onderwijs, we proberen het met elkaar eronder te krijgen. De inschatting is dat we nog de gevolgen van het coronavirus nog vele jaren zullen doorwerken en ook op de verschillende beleidsterreinen. We zien het, ondernemers, culturele instellingen, zorginstellingen, verenigingen en stichtingen maken echt moeilijke tijden door. En we zien de voorbeelden van tegenslag en onzekerheid, maar gelukkig ook de veerkracht en vooral inventiviteit overal om ons heen van onze inwoners. En dat trekt ook op een burgemeester en dus ook op u een bijzonder zware wissel. U heeft daarin de voorbeeldfunctie, hoe zwaar dat ook wel niet is. Maar die voorbeeldfunctie die hebben we. En aan de andere kant willen we ook niet in de verkramping schieten met elkaar, want dan is eigenlijk alle vernieuwing en innovatiekracht ebt dan eigenlijk weg. Maar we hebben die voorbeeldfunctie, ook zeker in dit soort dossiers. Mevrouw Kalfs, ik wil u vragen nu, omdat ik nu het echte officiële gedeelte ga doen, naar voren te komen, zodat ik u officieel kan gaan beëdigen als burgemeester van de mooie gemeente Lingewaard. Mag ik u vragen? Mag ik u dan vragen om te gaan staan wanneer de eed wordt afgenomen? Kom even hier staan. Is dit een mooi plaatje zo? Proces verbaal van eedtoening. Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2020... is met ingang van 24 september 2020 tot burgemeester van de gemeente Lingewaard benoemd mevrouw dr. P.T.A.M. Kals. En heeft de volgende verklaring en belofte afgelegd, zoals bepaald in artikel 65 van de gemeentewet. Ik verklaar dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Dank u wel en dan gaan we officieel tekenen en dan is het helemaal officieel. U mag weer gaan zitten hoor, dank u wel. Ik bied de bloemen aan, op de manier zoals dat nu gaat, in dit tijdstip. Ik bied de bloemen,
in dit geval de partner aan. En dan doe ik een beetje coronaproof, dus ik doe dit zo. 3, 2, 1. Ja, we zijn trouw, hè? Dank u wel. Dan wil ik onze burgemeester vragen om, om daar op de zwarte stoel plaats te nemen. Want er zijn een aantal mensen die u toe willen spreken als onze nieuwe burgemeester. En als eerste wil ik daarvoor uitnodigen Helga Witjes in de functie van lokale burgemeester. Ja, Nelly. Daar zit je dan als kerstverse nieuwe burgemeester van onze gemeente Lingewaard. Nou, welkom namens ons allemaal. Als geboren Huissense Nelly, een van Jan Utrechtse Stroot, ben je bekend met gemeente Lingewaard en de kernen. En sterker nog, in een van je eerste interviews gaf je ook al aan, want ook al woon je al lang in het Arnhem-Spijkerkwartier, dat je toch nog je kapper in Huissen hebt zitten, namelijk Walter Hendriksen. En je vertelde straks tijdens het eten dat hij ook nog hier is, de kapper van Nelly. En waar zit hij? Kijk eens daar. Ja. En ik weet niet hoe het er bij jou aan toe gaat, Walter, maar bij de meeste kappers hier in de regio in onze gemeente is wel de manier om op de hoogte te blijven wat er allemaal speelt in Lingewaard. Dus dat zal ook bij jou kapper zo zijn. Nou, misschien dat we daar als college ook nog een keertje vaker naartoe moeten gaan om te horen wat er speelt. Nelly. Je vertelde dat je vorig jaar wat meer inzicht wilde krijgen in het burgemeesterschap. Wat houdt het nou in? Wat moet je aan voldoen? En is het iets voor mij? En je was te laat voor het burgemeestersklasje, vertelde je. En toen ging je stage lopen. De commissaris vertelde het al bij onze waarnemend burgemeester, Josanne Meijers. En dat is zo goed bevallen. Dat hoorden we ook al. Je man zei, nou, jij komt zo twinkelend thuis. Dat moet echt iets voor jou zijn. En kijk nou eens. In januari gesolliciteerd. En drie kwart jaar later zit je hier nu. Hier, in het mooie Lingewaard. En Nelly, toen het bekend werd dat jij burgemeester werd, toen ontplofte mijn app met allerlei enthousiaste reacties. Dus dat is al een heel goed teken. We vonden het ook heel fijn en ook heel leuk dat je die avond zelf, de benoeming op de fiets, samen met je man, gewoon helemaal naar Huissen kwam gefietst. Ja, helemaal van Arnhem naar Huissen. Om even bij ons te komen. En ons raad vond ook enorm, heeft enorm gewaardeerd hoe enthousiast je ook aan deze uitdaging bent begonnen. En van de vele appjes die je kreeg, Nelly, waren heel veel van collega-wethouders en burgemeesters uit de regio. En die zitten hier ook. Want jij bent namelijk geen onbekende. Ze vonden het ook fantastisch dat jij burgemeester wordt van deze mooie gemeente. Want veel mensen kenden jou al, Nelly, als HID van Rijkswaterstaat en hadden ook met jou contacten hier. En vooral ook tijdens de regioreis, waar we altijd één keer per jaar, nu even niet, in verband met de COVID-19, waarbij we een hele mooie nuttige reis maken, heel veel ideeën weer opdoen. Zo ook kwamen we elkaar ook regelmatig tegen. En we hopen ook weer, als je straks weer met die reis meegaat, natuurlijk als burgemeester van Lingewaard, dat je ook weer alle nieuwe ideeën weer terugmeent hiermee naartoe. Want ja, bij Rijkswaterstaat, en ik hoor dat een aantal collega's hier nog zitten, was je onder meer verantwoordelijk voor het project De Waalbrug. Zal ik verder niet verder op doorgaan hoor, mensen uit Nijmegen en omstreken. Maar misschien de brug en een bruggenbouwer, dat ben jij. En dan kun je ook in onze gemeente ook goed aan de slag. Ik heb je leren kennen als een heel hartelijk en toegankelijk persoon, maar vooral ook met veel humor. Je houdt echt van lachen. Er gaat geen kwartier voorbij of er klinkt er weer een lachsalvo tijdens een gesprek. Tenminste, de gesprekken die we hier hebben gehad. Ze gaat weer, hè? En dat is ook precies wat bij onze gemeente past, Nelly. Iemand die verbinding kan maken met inwoners, meegaat naar allerlei festiviteiten en ook op die manier snapt wat er in de gemeente speelt. Dat is voor ons heel belangrijk. Maar ook iemand die duidelijk is. Duidelijk aangeeft wat belangrijk is. En er werden hier al wat grapjes gemaakt, Nelly. Nou, dat wordt wat, de Huissense die in Bemmel aan het roer staat. Maar ik denk dat het helemaal goed komt, Nelly. Je bent van oorsprong Huissense, maar ik begreep dat je ondertussen ook al op zoek bent naar een woning. En misschien is het iets om in Bemmel een woning te gaan zoeken. Of Doornenburg, dat is ook nog een optie. Nelly, in dit bijzondere jaar is het wel apart om te starten
hier als burgemeester Lingewaard in COVID-tijd. En je welkomsttournee die zal ook anders zijn dan anders vanwege het coronavirus. Maar toch zul je merken, Nelly, dat je overal als vanzelf wordt uitgenodigd. En je zei het van de week al tegen mij. Je was nog niet benoemd en de uitnodigingen stromen al binnen. Dus verenigingen en mensen, als je wat met Nelly wil, dan moet je snel zijn. Want de eerste maanden ben je ontzettend druk. Het zal waarschijnlijk een aantal keer online zijn en anders gewoon op afstand op 1,5 meter. Maar heel veel verenigingen staan gewoon te trappelen om je te leren kennen, Nelly. Nou, je hebt al uitgebreid kennis gemaakt met het college, die kennen jullie natuurlijk al, ook met onze nieuwe directie. En we merkten meteen, die zitten allemaal op een rij hier, het hele mannenbolwerk achter elkaar. Ja, en we hadden meteen al een goede klik, hè? Dat ging meteen heel goed. Nelly past meteen binnen het team. En ik vind het ook heel prettig, en dan spreek ik ook even namens mezelf, dat er weer een vrouw bij is gekomen. Hè? Dat zorgt dat voor meer evenwicht in het mannenbolwerk. En ze knikken heel, heel trouw. En misschien is het nog even goed om te melden dat een van deze heren vandaag ook nog eens jarig is. Dus ook nog eens dubbel feest. Theo Janssen, mocht er ook vrij vooraan zitten, is vandaag een jaartje ouder. Ja. Ja. Het rondje komt aan het eind van de avond, geloof ik, Theo. Nelly, je overige collega's hier van de gemeente, die zul je gewoon ontmoeten, ook straks hier in de vergadering, ook in dit prachtige pand. Want dit gemeentehuis is nu af, eindelijk, hè, na 2 jaar. We zijn er ook heel trots op. Die klus is geklaard. Maar voor jou hebben we nog voldoende andere uitdagingen hier liggen. Dus wees niet bevreesd, je komt je tijd goed door. Bijvoorbeeld, om iets te noemen, de introductie van de omgevingswet. Of natuurlijk de gevolgen van het COVID hier weer zo goed mogelijk binnen de banen leiden voor zover het kan. En we zijn ervan overtuigd, Nelly, dat je dat alles heel doortastend op gaat pakken en dat je snel in je nieuwe rol zult groeien. En wij kijken met z'n allen met vertrouwen de komende tijd tegemoet. Dus Nelly, nogmaals van harte gefeliciteerd. Van harte welkom in deze gemeente Lingewaard. Het college, de organisatie en ikzelf kijken naar uit om met jou te mogen samenwerken. En we wensen jou ook heel veel succes en vooral ook heel veel plezier in deze hele mooie gemeente. Ja, dan is nu het moment daar, mensen, dat ik deze prachtige keten van de gemeente Lingewaard ga overhandigen aan Nelly. En ik zie dat de fotograaf van de voren komt, heel goed. Ja. Mag ik iets doen? Nee, dat dacht ik al. Dan wacht ik even. Ja, dankjewel, Jack. En dit is de prachtige keten, mensen, in de vorm van een vlinder. En toen Nelly en ik dit aan het voorbereiden waren deze week, toen zeiden we, hoe moeten we nou deze keten nou goed overdragen in deze coronatijd? Nou, dat is dan best wel ingewikkeld. Dus we hadden het idee, misschien moeten we mondkapjes omdoen. Ik dacht misschien met een vlinder erop, maar dat hebben we maar niet gedaan. Dus wij dachten, in overleg met de griffier, want zonder griffier zijn we natuurlijk nergens, de heer Peters. Wij gaan een kussen regelen. Dus deze mooie kussen, die leggen we even hier neer. Ga ik deze even aan de kant leggen, Nelly? U voelt hem al aankomen. Ik ga deze keten afnemen bij mezelf. Ik leg hem neer. Nelly, dan mag je hem zelf ophangen. En dan controleren wij of hij goed zit van voor en van achter. Ja, je bent er klaar voor? Je gaat ook erbij staan? Ja? Heel mooi. Dankjewel, Helga. Neem nog plaats en luister naar de andere toespraak, Nelly.
als... mag ik hier nog iets naar binnen? Ik ben helaas niet groter. Dankjewel, Jack. Als plaatsvervangend raadsvoorzitter mag ik jou af en toe vervangen, maar mag ik jou namens de raad ook toespreken. Beste Nelly, hartelijk welkom in ons midden. Hoe bijzonder om jou als onze nieuwe burgemeester welkom te heten en via deze plaats namens de voltallige gemeenteraad die daar zit heel veel succes toe te wensen. Nelly, de gemeenteraad heeft je voorgedragen bij de commissaris om bij de minister van Binnenlandse Zaken en de koning deze aanbeveling te doen en zij hebben onze voordracht overgenomen. En zojuist ben je door de commissaris beëdigd en ben je burgemeester Nelly Kalfs, de burgemeester van Lingewaard. Direct na de uitslag van de aanbevelingsraad kwam jij met je echtgenoten Helga, refereerde er ook al aan, uit Arnhem op de fiets naar ons toe om kennis met ons te maken en met het college die je, wat Helga ook al refereerde, bijna allemaal al kent. En je was vol van hetgeen na die avond gebeurde. En vol overtuiging vertelde jij ons dat je zoveel mogelijk op de fiets wil doen tijdens de uitvoering van het ambt als burgemeester. En toen ik daarover nadacht, zag ik de volgende beelden voor me. Een snel fietsende Nelly, rode konen, van de ene afspraak naar de andere en van de ene kern naar de andere fietsend. Maar zeker ook om in contact met onze burgers te komen. Want daar, Nelly, daar sta je ook voor de inwoners. En hoe doe je dat dan op de fiets en hoe dicht ben je dan bij onze inwoners? Nelly, ik hoop dat het je lukt door die kernen rijden. Aanspreekbaar voor al onze inwoners. Zo zie je dan de verschillende kernen, de dijken, de rivieren, de natuurgebieden, de inwoners, het bedrijfsleven, het culturele leven en nog veel meer. Maar ja, ook in Lingewaard regent het wel eens. Het zou je dan vergeven als je dan eens een keer een auto pakt. Veel van onze gemeente ken je al, omdat er is al eerder aan gerefereerd. Want zie hier een Lingewaards product. Geboren in Husse, gewoond in Bemmel en veel activiteiten in de andere kernen ondernomen, heb je mij verteld. Mijn voorganger meldde in zijn welkomstspeech: de haantjes uit deze raad hebben een kloeke hen nodig. Ik ben blij, Nelly, dat ik die woorden niet hoef te herhalen. Maar natuurlijk zijn wij allemaal haantjes en hennetjes. Anders zaten we toch niet in de politiek. Maar de sfeer in deze raad is over het algemeen goed. Er wordt gedebatteerd op inhoud en niet op de persoon. Nee, we zijn geen heilige boontjes. En zo nu en dan vliegt er echt wel eens één uit de bocht. Aan jou om ons dan weer op het rechte spoor te zetten. Er komt de aankomende maanden veel op je af. Kennis maken met inwoners, ambtenaren, raadsleden, politie, brandweer, collega-burgemeesters, maar ook inlezen in dossiers en je inwerken in zaken die een burgemeester aangaan. Nelly, je bent de eerste burgemeester van Lingewaard zonder politieke kleur. Je hebt vast vanuit je vorige functie gedacht dat je juist onafhankelijk kon onderhandelen zonder die politieke kleur. Dat heb je ongetwijfeld als hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat veel moeten doen. Neutraal onderhandelen met de beste uitkomst voor de samenleving wat betreft water en wegen. Die vaardigheden, Nelly, zullen je goed van pas komen als burgemeester van Lingewaard. Zowel onderhandelen als ook die onafhankelijkheid. Juist in de politieke arena van de gemeenteraad is een neutrale burgemeester ongelooflijk belangrijk. Elk lid van de gemeenteraad heeft een politieke achtergrond en zal dat in de besluitvorming van een onderwerp naar voren brengen. De een doet dat als het netste jongetje meisje van de klas en de ander gaat het debat aan op het randje en soms wel eens eroverheen. En jij als burgemeester moet dat leiden. De voorzichtige die beter uitdagen voor zijn of haar mening uit te komen en de bravoerachtige die beter niet over dat randje te laten kukkelen. De burgemeester is degene die mede de sfeer bepaalt tijdens een gemeenteraadsvergadering. Door het debat te laten gaan op inhoud, in te grijpen als normen worden overtreden
en met een kwinkslag iemand tot de orde roepen. Dat klinkt eenvoudig, maar de werkelijkheid is vaak weerbarstiger. Een burgemeester die het vertrouwen heeft van de gemeenteraad, kan vaak een potje breken. Nelly, daar ligt de voorzittershamer en die ga ik je straks overhandigen. Ik spreek echt de wens uit dat je die hamer alleen maar hoeft te gebruiken om een besluit vast te leggen en niet om ons tot de orde te roepen. Ik zal hem je zo direct aan het eind officieel overhandigen om daarmee ook deze raadsvergadering als burgemeester te eindigen. Nelly, namens de voltallige gemeenteraad wens ik je ontzettend veel succes en wij zien uit naar een hele fijne samenwerking. Dank je wel. Mag ik dan nu de heer Bruls uitnodigen om onze burgemeester toe te spreken? Ik ga er zelf maar aan zetten. Goedenavond, dames en heren. En bijzonder ook voorzitter van de raad. Mevrouw Kals, beste Nelly en familie en zo. Ja, wat vervelend dat ik met de rug naar u toe sta, maar dan kan ik beter zicht houden op uw ega, dus dat helpt misschien ook wel. En overige aanwezigen natuurlijk, mooi om hier te zijn. Allereerst ook complimenten met uw vernieuwde raadshuis, met een prachtige zaal waar ook de vergaderingen plaats gaan vinden. Mooi licht en laat het een mooi teken zijn voor een nog mooiere toekomst van uw gemeente. En dan nu ook met wederom een burgemeester. Het schijnt zo te zijn, meneer de commissaris, hier dat je hier vrouw moet zijn om burgemeester te kunnen worden. Hoewel nochtans de eerste burgemeester van deze gemeente niet tot de vrouwelijke kunnen horen. Maar sindsdien is er schijnbaar iets ingeslopen dat dat zo moet zijn. En ik kan u alleen maar feliciteren met uw nieuwe vrouwelijke burgemeester. Dat zou ik trouwens ook gedaan hebben als de mannelijke burgemeester was. Daar ben ik dan ook weer niet flauw in. Ik heb het genoegen om Nelly al een paar jaren te kennen, zoals sommigen hier wel meer, vanuit je vorige werkzaamheden. En ik heb me wel eens vaker afgevraagd, Nelly, waar jij vandaan kwam. Ik denk, zou het een zoete Zaanse zijn? Want dat had je wel een beetje, hè? Die zijn ook af en toe even lekker hoekig erin. Een zoute Zeeuwse, dat is ook mooi volk, of toch een Grunningse. En nu heb ik begrepen dat je uit Huissen komt en nou snap ik het helemaal waarom het zo moest zijn. Meer ga ik er niet over zeggen, want ik denk dat iedereen hier begrijpt als je een opmerking maakt dat je Huissen komt, dat je niks meer hoeft toe te liggen. Dan is je hele leven bepaald, toch? En dus dat je daarmee terugkomt in deze gemeente, die uiteraard meer is dan Huissen. Gent is nog niet genoemd, ook daar kun je mooi wonen als ik een tip mag geven. Ik kan me voorstellen dat dat heel bijzonder voor jou moet zijn. Zoiets plan je niet, niemand heeft ooit bedacht op zijn 16 of zo dat hij burgemeester wil worden. Die mensen die dat zeggen, dat is altijd apocrief. Kunnen we toch nooit aantonen. We zijn er nooit bij geweest wat iemand op de jeugdige leeftijd dacht. Maar neem van mij aan, de meeste mensen kunnen dat niet zo vermoeden. En als je dan ook nog kunt worden in de gemeente waar je geboren getogen bent, dat moet zeer bijzonder zijn. Daar kan ik me van alles voorstellen. Ik kan me ook alleen maar proberen voor te stellen wat het gevoel bij jou geweest moet zijn de dag, de avond dat je hoorde dat je hier werd voorgedragen. En dat mag, dat kun je ook koesteren. Er is genoeg werk in de winkel, kan ik me zo voorstellen. Op dat gevoel kun je een hele tijd voort. Maar er is natuurlijk genoeg te doen in deze gemeente. Daar hebben anderen al over gesproken. Maar zeker ook in wat we samen in onze mooie regio hebben te doen. Een regio met diverse rivieren, met verschillende steden, verschillende mooie dorpen, die ook op zoek is naar haar toekomst. Mooi om te zien, collega Marcouch, u zag ook de burgemeester van Arnhem was even schuin achter mij gaan zitten. Dat is om mij in de gaten te houden en dat is ook hartstikke nodig. Maar samen trekken we ook op om onze groene metropoolregio niet alleen groen te houden en groener te maken, maar ook het karakter te geven die past bij dit gebied. En ik ben er zeker van, Nelly, dat jij daar ook een hele mooie en goede en verbindende rol in kan spelen. Niet alleen om die flauwe grap, maar ook dan te maken omdat je verstand hebt van bruggen bouwen.
Overigens zeg ik er wel bij, ja, die kun je nu krijgen, dat snap je wel. Dat ik wel hoop dat je sneller bruggen bouwt in deze rol dan bij Rijkswaterstaat. Want het duurt af en toe wel erg lang bij Rijkswaterstaat. Ik heb hier nog een lijstje, wethouder Harriet Timmers zit daar achter een pilaar. Dus ik heb nog een lijstje meegenomen. Ik ga het niet helemaal voorlezen, maar wij hopen nog steeds dat die 3D voetgangersbrug in Dukenburg ooit een keer komt. Een idee van Nelly hoor, dus als u denkt, waar heeft hij het over, dat zal ze u wel laten verklaren. Echt een heel erg top idee. En ik heb zitten overwegen om de verf voor de Waalbrug te schenken vanavond. Ja, we hebben als gemeente natuurlijk een lastige financiële posities, daar hebben we allemaal last van. Maar 10 jaar vinden we wel wat lang met z'n allen hier. Dus wij dachten, als wij nou die verf leveren, dan kun je misschien toch nog wat meedoen. En dan rekening een beetje op jouw schuldgevoel. We hebben jammer dat we dat nog niet er doorheen hebben kunnen drukken. Je kunt niet alles regelen, Nelly, dat begrijp ik ook wel. Vanuit die bruggenbouwfunctie en ik denk ook wel die doe-mentaliteit die natuurlijk wel bij Rijkswaterstaat heerst, hè. De staat in de staat mocht je het vroeger noemen, dat zeg je tegenwoordig niet zo vaak meer. Maar die doe-mentaliteit, ik denk dat die wel goed past hier. Hier in de gemeente, maar zeker bij ons in de regio. En dat met een charme, jouw humor, jouw gulle lach, dat moet hartstikke goed komen. Daar kunnen we met z'n allen goed van profiteren. En je hebt het ook wel nodig, want je moet in 2 burgemeesterskringen gaan acteren. Degene die ik vertegenwoordig in het Rijk van Nijmegen, want het is een goede traditie dat de burgemeester van Lingewaard ook lid van is. En uiteraard de burgemeesterskring waar collega Van Ruhmen zo meteen voor zal gaan spreken. Dus dat moet je ook nog goed gaan verdelen. De afstanden zijn gelukkig, dames en heren, niet alleen fysiek, maar ook figuurlijk niet zo groot in ons gebied. Dus het zal helemaal goed komen. Ik wens jou en jouw gezin uiteraard een hele mooie en vruchtbare tijd in de jaren die gaan komen in deze gemeente en onze regio. En rekenen op een hele mooie samenwerking. Uiteraard verheug ik me erop, nu je toch ontketend bent, maar opnieuw geketend bent, maar ontketend uit de armen van Rijkswaterstaat, om alle ins en outs te horen hoe jullie nou werkelijk over ons hebben gedacht in die jaren bij Rijkswaterstaat. Ik verheug me erop. En misschien vertel ik dan ook wel iets hoe wij over jullie dachten, zover ik wel niet heb gezegd. Heel veel succes, Nelly. Ik heb een kistje en gooien ga ik niet doen. Commissaris, dat hoeft ook niet zo hoor. Ik heb verstand van die coronaregels. Nee, u mag best wel de bloemen overhandigen. Maar de zoenen moet u inderdaad achterwege laten. Ja, daarom. Nee, ik snap het. Ik moet de verleiding ook steeds weer staan. Dus dat kunnen we niet doen. Maar ik heb een kistje met wat gulle gaven erin. Het schijnt ook nog goed te smaken en te proeven. Geniet er samen van. En laat ook dat dan een kleine gave zijn van de zuidkant van de rivier. Met een teken op een goede voortgezette vriendschap en een mooie samenwerking. Dank jullie wel. Naam is al genoemd. Mag ik dan vragen, meneer Van Ruhmen? Vanuit de burgemeesterskring de Liemers Veluwe Zoom. Nelly, dank je wel. We kennen elkaar ook een klein beetje, maar dat geldt voor heel velen in deze zaal. En daarom wil ik ook iedereen hier als eerste toespreken en eigenlijk echt enorm complimenteren met deze geweldige mooie ruimte. En toen ik hier zat, dacht ik, wat is die gemeente toch blij, moet dat blij zijn in deze coronatijd. Een coronatijd die altijd heel veel creativiteit vraagt om toch dingen voor mensen te kunnen blijven doen. U kunt hier natuurlijk vergaderen, ik denk dat ook heel goed coronaproef kan, maar u kunt hier veel en veel meer. En ik roep u ook op, burgemeester, om in die ontmoeting deze ruimte te gebruiken om juist die ontmoetingen op creatieve wijze vorm te geven. Want hier kun je, denk ik toch wel, ik weet niet hoeveel er nu zitten, ik heb het gevraagd aan een van u, maar die wist het ook niet precies. Maar 75, je kunt daar je stad zoveel plezier mee doen. Ik zou zeggen, hou het in het achterhoofd, open die deuren en doe niet alleen je raadsvergaderingen hier, maar doe veel meer, want dat is wel het huis van de stad. En het ziet er prachtig uit en volgens mij moeten jullie daar heel trots op zijn. Maar ik kom hier om je welkom te heten namens de burgemeesterskring, waar ik steeds de naam van vergeet, maar u kende hem geloof ik, hè? Hoe heet hij ook alweer? Stond gewoon op mijn papiertje, meneer Van Ruhmen, hoor. De burgemeesterskring, de Liemers en Veluwe Zoom. Juist, nou daar ben ik blij, want ik ben elke keer de draad kwijt.
hoe die kring nou heet van Rijk van Nijmegen. Dat is hartstikke overzichtelijk. Ja, dat is heel eenvoudig. Maar bij mij kom je in een kring van 15 burgemeesters. Hè? En er is een harde kern. Ja, daar hoor je helaas niet toe. Maar jouw kracht ligt wel in de verbindingen. We hebben het begrepen, bruggen bouwen. De harde kern bestaat uit Wageningen, dat snapt u wel. Ede, Arnhem, Rhenen, Roosendaal, Zevenaar, Westervoort, Duiven en Doesburg. Maar de andere leden hebben allemaal de mogelijkheid om van twee kringen walletjes te eten. En dat is letterlijk en figuurlijk soms heel aangenaam. Want die kring van ons, die vergadert één keer in de maand met een lunch. En ik moet altijd het beeld wegpoetsen dat we dan alleen maar eten. Nee, we doen dan heel veel. We hebben veel ruimte voor intervisie. We bespreken wat we tegenkomen. En zeker in deze tijd waarin we elkaar in de veiligheidsregio heel veel tegenkomen. Om de 14 dagen bij het regionaal beleidsteam is het heel fijn dat je zo'n moment in de maand hebt. Dat je onder het genot van enige reflectie mogelijkheid, maar ook wat culinairs, wat mee te maken. Maar hoe dat in die andere kringen gaat, Hubert kennende zal het ook culinair voldoende voorzien zijn. Dus daar is het probleem niet. En dat doet u samen met Overbetuwe. Maar ook Montferland maakt deel uit van de kringen. Die zit een hele andere kant op te kijken. En dan weet ik het niet helemaal zeker. Dat is een beetje de twijfel die ik heb. Maar ook Nijkerk, Barneveld en Scherpenzeel, die zitten echt in die kring van mij. Ja, dat vind ik eigenlijk geen Veluwezoom. Daarom zit ik altijd zo te worstelen met die naam. En het is altijd een mooi bruggetje om iets te vertellen met welk gezelschap je maandelijks dan hopelijk. Want ik hoop echt dat je komt. We vinden het heel fijn. Het geeft ook veel feedback, ook in de voorbereidingen voor bestuurlijk overleg in de VGGM. Want daar in dat gebied doe jij weer mee hier. Dus wat mij betreft heel erg welkom hier. En we doen dat ook altijd met een klein cadeautje. Ik heb niet iets op die tafel gelegd, want ik heb gedacht, als jongen die aan de andere kant van de rivier geboren is, ik kom uit Zevenaar, ik heb ook altijd veel met het gebied gehad. Ik vond het ook altijd een heel mooi en interessant gebied. Ik weet nog wel, toen ik als jonge man studeerde in Nijmegen, ging ik de eerste jaren, zoals brave student, elk weekend toch naar mijn vader en moeder. Ik had nog veel activiteiten in Zevenaar, nam dat fietsje. Nou, daar heb ik zoveel door dit prachtige gebied mogen fietsen. Dat waar jij nu ook veel gaat fietsen, ik begrijp het, de auto heel goed over een hele duurzame gemeente, dat u zo ontmoedigende woorden spreekt over het gebruik van de auto. Ik neem aan dat velen van u dat ook zo uitdragen. En dat is eigenlijk geweldig mooi om dat te beleven. En dat kan misschien andere type investeringen bij Rijkswaterstaat inspireren. En dan komt dat ding bij jou in Nijmegen wellicht van de grond daar. Je weet het maar nooit, je weet het maar nooit. Dus voorbeeldgedrag hartstikke goed, zeker in deze coronatijd. Want ik vind de creativiteit rond de corona, ja, u hebt er al over zitten nadenken, hoe doe je dat nou allemaal? Ik vind het geweldig dat we ook het bloemenwerpen hebben uitgevonden. Ik ga het er echt in houden, want ik vind het veel te mooi om te zien hoe je dat ook kan. En het geeft ook iets speels, want dat hebben we ook allemaal nodig. Hè. Het is best een zware tijd, merkte ik vandaag toen ik met mijn studenten, want ik heb een studentenstad, sprak en die ook in de knel zitten, maar ook wel willen zijn en ook wel verantwoordelijkheid willen nemen. En die creativiteit, dat is de uitweg, ook in deze corona. Tuurlijk moeten we ons heel erg goed verantwoord gedragen, maar we hebben elkaar ook de ruimte te geven en we moeten creatief aan de slag. En dat was ook de reden waarom ik een cadeautje vond, waarvan ik denk dat heeft ze vast al. Want toen ik het wilde kopen bij bol.com tweedehands, was dat nog best een mijl op zeven. Want ik wilde mijn eigen exemplaar niet weggeven. Maar ja, voor hetzelfde geld heb je het. Ja, dan doe je er een andere plezier mee. Maar ik denk dat is nou precies het welkomstcadeau waar jij recht op hebt. Het gaat over dit gebied. Het gaat over de gemeentes Bemmel, Gent, Huissen. Maar over nog veel meer. En het gaat ook over dat samenwerken waar je zo goed bent. Dat je de bruggen bouwt. En dat je met water hebt om te gaan. En ik heb dat boek met heel veel belangstelling gelezen, omdat het ook gaat over het gebied. En het gaat ook over de culturen. De culturen vanuit de Huissense kant, met veel Duitse Kleefse invloeden. En de kanten hier, Bemmel. Ik denk dat je het al hebt. Maar als je het niet hebt, dan vind ik het echt, dat is het werk wat iedereen eigenlijk in dit gebied moet hebben gelezen. Aan de wieg van Rijkswaterstaat. De wordingsgeschiedenis van het Paddelend Kanaal. Nee, nou ja, kijk, dat is.
Laat ik zeggen, het gaat echt over jullie, dit boek. Ik ga dat coronaproef nu op de een of andere manier... ik kan het wel gooien, maar dat is wel zonde. Maar ik heb een tasje meegenomen om nog even aan de mooie gemeente Wageningen ook af en toe te kunnen denken. En dan zet ik het hier in het midden. En dan loop ik weer weg. En dan zeg ik weer, van harte welkom in de kreek, Veluwe, Zoom, Liemers. Nou ja, en ook een beetje de kop van de Veluwe dan. Dan nodig ik burgemeester Kalfs uit om het woord tot de aanwezigen te richten. Ja, geachte inwoners van Lingewaard, leden van de raad, wethouders, commissaris van de Koning, voorganger waarnemend burgemeester Jozan Meijers en burgemeester Marianne Schuurmans, mijn voormalig chef Jan-Hendrik Dronkers en Michelle Blom, die hier ook aanwezig zijn, de collega's uit de burgemeesterskring, partners met wie ik intensief heb samengewerkt de afgelopen jaren, familie en vrienden en natuurlijk alle overige aanwezigen, voor zover ik die niet genoemd heb. Wat fijn dat u alle naar mijn installatie hebt willen komen. Of dat u via de livestream op een andere plek naar dit event kijkt. De afgelopen maanden, nadat de raad bekend maakte dat mij voor te dragen als uw burgemeester, heb ik enorm veel gelukwensen en felicitaties gekregen. Ik heb ook gehoord van vele mensen dat ze me geknipt voor deze functie vonden. En ik wil u danken voor die felicitaties, die gelukwensen, het compliment en de waardering. En hoewel gehinderd door de coronamaatregelen, is mijn kennismakingstijd met de gemeente Lingewaard al lang en breed begonnen. En ik moet eigenlijk zeggen, hernieuwde kennismaking. Want ik ben geboren aan de Gokse straat. Als kleuter verhuisd naar Bergerden, om daarna nog een keer te verhuizen naar de Beatrixstraat. Het werd al gezegd, als fruitteler-dochter speelde mijn jeugd in deze buurt af. Van school tot bijbaan, van handbal tot carnaval. Mijn jeugd hier was de basis voor wie ik nu ben. Ik ga de komende periode benutten om deze hernieuwde kennismaking verder vorm te geven. Want ik wil de komende maanden gebruik maken om kennis te maken met alle Lingewaarders. En die Lingewaarders, die kenmerken zich. En ik ben precies hetzelfde, heb ik ook gezegd. Open, kritisch, met een Bourgondische inslag. Iedere kern van Lingewaard heeft zo zijn eigen cultuur en zijn eigen type verenigingen. En ik kijk er dan ook naar uit om naar iedere kern met al die verenigingen kennis te maken. Digitaal waar het moet, fysiek waar het kan. Ja, en dan zocht u een zichtbare, mensgerichte en benaderbare burgemeester. En normaliter zou ik de komende weken en maanden, er zijn heel veel evenementen gepland, zou ik op al die evenementen aanwezig zijn geweest, om de sfeer te proeven en om u te leren kennen. Dit jaar moet het anders en dat is jammer. Want de Lingewaarde, in welke kern hij of zij ook woont, is een echte levensgenieter. Joop Brons die schreef al op 30 augustus in zijn column in de Gelderlander: op de dag dat ik geïnstalleerd word, nu dus, zou normaliter het vleiskeuren zijn als start van de Huissense kermis. Maar ja, net zoals in Gent en Bemmel gaan die kermissen dit jaar niet door, omwille van de gezondheid van ons allen. Ik beloof u dat ik het op een ander moment goed ga maken met u, als we dit virus onder controle hebben gekregen. Want ik ben namelijk een bestuurder die voor, door en tussen de mensen wil staan. En verbinding komt tot stand als je elkaar aandacht geeft. Dat moet nu op een andere manier worden vormgegeven, maar dat betekent niet dat het minder belangrijk is. Integendeel. Dit is het moment waarop we juist extra aandacht moeten hebben
voor hen die getroffen zijn aan de gevolgen van het coronacrisis. Denk hierbij aan de mensen die corona hebben, het hebben gehad of een dierbare hebben verloren. Denk aan de bedrijven die alle zeilen bij moeten zetten om hun hoofd boven water te houden. Of aan het personeel van verpleeghuizen die onder moeilijke omstandigheden een kwetsbare doelgroep voor de bedreiging van corona moeten behoeden. Aan onderwijzers en mensen in de kinderopvang die ook in deze moeilijke tijd klaarstaan voor onze kinderen. Ik denk aan de toename van de indicaties van de mensen die gebruik willen maken van de dagbesteding, de psychologische begeleiding nodig heeft. En dan krijgen we ook nog eens een verwachte toename van de hoeveelheid bijstandsuitkeringen in onze gemeente. Dat vraagt een gemeente die doet waarvoor zij is, waarvoor zij op aard is. Namelijk het ondersteunen van bewoners en bedrijven. En dat is in deze tijd geen sinecure. Want we leven niet alleen in een complexer wordende maatschappij, ook de overheid maakt het zichzelf niet altijd even gemakkelijk. Los van de ernstige gevolgen van de coronacrisis heeft de gemeente de afgelopen jaren te maken gehad met steeds meer taken. De gevolgen van de decentralisaties die kristalliseren zich nu uit. Naast de maatschappelijke opgave die dat met zich meebrengt, is onze gezamenlijke opgave ook om te kijken hoe we de gemeentefinanciën op orde houden. Mijn rol als burgemeester zal zijn om de rust te bewaren en ervoor te zorgen dat we een betrouwbaar, transparant opererend gemeentebestuur zijn met een dito ambtelijke organisatie. Een bestuur dat zorgt voor een goed besluitvormingsproces waarbij het college en raad hun rol kunnen spelen. Mijn uitgangspunt is dat we hierbij, en jullie weten het, af en toe krijg ik het heel warm, hè, dus dat zeg ik er toch maar weer even bij. Sorry daarvoor. Maar mijn uitgangspunt hierin is dat we vanuit een nieuwsgierig en open blik, open houding met elkaar in gesprek gaan. Daaruit ontstaat de mooiste samenwerking. En ik geloof, wie goed samenwerkt, boekt samen mooie resultaten. En voorwaardelijk voor mij is dat we dat niet doen vanuit vooringenomenheid of vanuit beelden. Ik ben iemand die het belangrijk vindt dat we vanuit de feiten, de cijfers en de goede argumenten redeneren. Dat ik daarbij een boegbeeld ben van een integer bestuur en een integere gemeentelijke organisatie is voor mij de basis. Zoals ik openheid binnen Lingewaard verwacht, mag u dat ook van mij verwachten. U krijgt met mij een burgemeester die het prettig vindt om open te zijn en die niet terugdeinst om zich kwetsbaar op te stellen. Ik ben ervan overtuigd dat dat sterk maakt en dat ik daarmee mensen en processen op een positieve manier kan beïnvloeden. Als ik open ben over wie ik ben, wat ik kan en wat ik doe, dan kan de ander dat ook zijn. En ik geef mensen graag de ruimte en ik verlang dat ze die ruimte ook invullen. Want ik ben ervan overtuigd dat als de doelen helder zijn, wat je wil bereiken, je ruimte en vertrouwen geeft, dan komen grote dingen tot stand. Daar kan ik van genieten en zelf ook van leren. Die houding en werkwijze, en Hubert kwam daar al op, mag u ook van mij verwachten in de regio. Ik vind het dan ook fijn dat buiten de commissaris van de Koning, dat Hubert Bruls en Ahmed Marcous hier vandaag aanwezig zijn. En ze kennen mij inmiddels al een tijdje. En ze weten ook dat ik de standpunten en de belangen van mijn eigen organisatie, en in dit geval van onze inwoners, zal behartigen en dat ik altijd op zoek ga naar een manier om van het geheel meer te maken dan de som der delen. Alleen zo maken we de regio en daarmee ook de gemeente sterker. En ik zal niet schromen om daarbij mijn netwerk, wat ik buiten deze regio heb, om dat daar ook voor in te zetten. Ik kijk uit naar de komende jaren en ik ga me met hart en ziel inzetten voor de gemeente Lingewaard en haar inwoners. Ik wil de gemeenteraad hartelijk danken voor het in mij gestelde vertrouwen. Beste raadsleden, samen met jullie wil ik zorgen voor een zorgvuldig bestuur, waarin we in alle openheid de ruimte nemen om duidelijk te maken waar de verschillen zitten en samen het gesprek te voeren om bruggen te bouwen. Ik kijk uit naar de samenwerking met het college. Enkele weken geleden mocht ik al 2 heidagen met jullie bijwonen.
En het is een genoegen om samen met jullie het dagelijks bestuur van Lingewaard te zijn. Ook heb ik zin in de samenwerking met de ambtelijke organisatie. In deze veranderende tijden is het ontzettend belangrijk dat de hardwerkende en betrokken medewerkers met een groot verantwoordelijkheidsgevoel hun werk kunnen doen. Ik wil de burgemeester zijn voor alle Lingewaarders, omdat we deze mooie gemeente samen nog mooier kunnen maken. Want wat zou Lingewaard zijn zonder de dweildagen, de kersenfeesten, de kermissen, de carnaval, de uiterwaarden en het loveer, maar bovenal de mensen die dit soort activiteiten mogelijk maken. Nou ja, en gelukkig hoef ik het als burgemeester dan niet alleen te doen. Ik voel mij gesteund door mijn man. Dat is mijn coach en raadgever. En die is, als het maar even kan, van plan om mij te gaan vergezellen op mijn activiteiten als burgemeester. En dan mijn zoon Thijs. Die super trots is op zijn moeder. Waar ik als moeder weer super trots op hem ben. Dames en heren, het ambt van burgemeester is voor mij nieuw. En ik barst van trots en vertrouwen om hier iets moois van te maken. Als voorzitter, als boegbeeld, als burgermoeder. Dit ambt te mogen vervullen op de grond waar ik vandaan kom, voelt als thuiskomen. Ik kijk ernaar uit om samen met u de komende jaren te groeien en te leren. Ik wil hier samen iets moois van maken met u als inwoners, raadsleden, wethouders, collega-burgemeesters en ambtenaren. Dat is goed voor mij, maar vooral voor Lingewaard. Dank u wel. Mag ik dan? Mag ik de voorzitter van de raad vragen de voorzitterskamer aan te nemen en deze raadsvergadering te sluiten. Oké. Dan sluit ik bij deze de vergadering. Dan vraag ik u allen om te blijven zitten. De griffier zal nog een aantal huishoudelijke mededelingen met u delen. Ja. Ja, laat me staan. We beginnen nu met de receptie. Hè? Dus zoals gebruikelijk gaat Nelly zo meteen hier vooraan staan. En dan komt u allemaal massaal hier naar voren. Zal ik het eigenlijk normaal aan willen kondigen. Maar helaas zit het er dit jaar niet in. Dus vandaag pakken we het iets anders aan. We hebben ervoor gekozen, zoals u misschien ook al heeft gelezen in de retour op uw aanmelding. Dat iedereen op hun plek blijft zitten. We zorgen dat u een hapje...